10 jaar geleden is het, de kredietcrisis. Een crisis die niet alleen banken raakte, maar het hele financiële systeem. Van Amerika tot Azië, maar ook met stevige gevolgen hier in Nederland. Maar hoe ging die crisis in zijn werk? Het eerste begin is er precies 10 jaar geleden, op 9 augustus 2007. De Franse bank, BNP Paribas, moet dan 3 van zijn fondsen die beleggen in Amerikaanse hypotheekobligaties sluiten. De obligaties blijken onverkoopbaar. En in Amerika is het dan al weken onrustig door de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt. Maar die lijkt met BNP Paribas nu ook over te slaan naar Europa. Ook op die 9 augustus neemt de ECB een heel uitzonderlijk besluit. Het gaat Europese banken ongelimiteerd geld lenen. En niet lang daarna, op 14 september, staan er lange rijen van in paniek geraakte klanten bij de bank Northern Rock. De bank is blut, omdat niemand de bank nog geld wil uitlenen voor hypotheekfinancieringen. Veel Amerikanen hebben dan te makkelijk een hypotheek gekregen. Als de rente stijgt, blijken ze die niet meer te kunnen betalen. Huizen zijn onverkoopbaar en er ontstaat een bankenrun in Amerika. De regering moet optreden om alle spaarders terugbetaling van hun spaargeld te garanderen. Eventjes lijkt het dan weer rustig te worden. Maar de problemen zijn groter dan iedereen denkt. Want op 15 september 2008, dan gebeurt wat niemand had verwacht. De grote Amerikaanse bank Lehman Brothers gaat failliet. De bank had zichzelf met een hefboom van meer dan 30 keer het eigen vermogen gefinancierd. En de bank leidt $8 miljoen verlies per minuut door weglopende klanten die geen vertrouwen meer hebben in de bank. Amerika besluit om de bank niet meer te redden. Het financiële systeem stort in. En dan zie je medewerkers van Lehman Brothers die met kartonnen dozen het kantoor uitkomen. Maar de implosie van Lehman brengt een wereldwijde kettingreactie teweeg. Zwakke banken of sterke banken, geen enkele ontkomt aan de schokgolven op de kapitaalmarkten. Als gevolg duiken de beurzen op Wall Street omlaag. De grootste daling in 6 jaar tijd. En ook in Nederland is dat voelbaar. Op 3 oktober 2008 moet de Nederlandse bank Fortis genationaliseerd worden. Om te voorkomen dat de bank ten onder gaat. En in korte tijd, van ongeveer 1 jaar, zie je dat er ontzettend veel is gebeurd en dat het hele financiële systeem compleet is ingestort. Banken zijn failliet of hebben staatssteun nodig. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. En we gaan naar Dirk Veenstra op de beurs in Amsterdam. Dirk, het is dus vandaag 10 jaar geleden exact, maar we waren al heel lang voortekenen dat er een crisis aan zat te komen in Amerika, toch? Ja, toch echt wel. Vandaag is wel een cruciale datum, hè? Want deze dag was dus de dag dat het zich uitbreidde over de rest van de wereld. Dus in Europa, en dat ook de ECB in actie moest komen. Maar we zagen het inderdaad al eigenlijk al een jaar van tevoren aankomen. Kijk eens met me mee naar mijn grafiek, naar mijn tijdlijn. Want dit is de AX-grafiek afgezet tegen een aantal momenten die belangrijk waren. De eerste lijn, verticale lijn, is die van, daar heb ik foreclosure bijgezet. Daar begonnen de huisuitzettingen in Amerika van mensen die hun hypotheek niet konden betalen, begonnen echt heel hard te stijgen. Toen was er nog steeds niks aan de hand op de beurs. Begin 2007 kwam HSBC, de eerste Europese bank, met een hele forse afschrijving, wat we toen al subprime durfden te gaan noemen. Nou, later kwam Bear Stearns, met 2 fondsen die ze moesten sluiten. En toen kwam S&P met een waarschuwende kredietbeoordelaar. Die zei van ja, we moeten de subprime hypothekenportefeuilles af gaan waarderen. Toen zag je pas de AIX inderdaad reageren. Dan later herstelde zich het weer een beetje. Ja, en dan heb je dus de dag van 10 jaar geleden dat BNP Paribas en dus de ECB in actie moest komen. Dat loopt allemaal dus ver vooruit op de echte deze dag. Let op, de recessie, de economische gevolgen van de crisis, kwamen dus pas veel later. Dus pas in 2008 en 2007 in de VS en 2008 bij ons. En je ziet ook nog een keer de laatste verticale lijn. Het faillissement van Lehman kwam dus pas in september 2008. Kortom, je zag het, de voortekenen zag je al heel veel eerder, maar niemand lette daar eigenlijk op. Ja, en de economische gevolgen kwamen pas eigenlijk veel later. Ja, dan zeggen we nu, het gaat economisch ontzettend goed met Nederland, maar ook wereldwijd. Is er reden om ons nu al druk te maken? Zit er misschien toch nog weer zo'n crisis aan te komen? Nou, wat er weer zo'n crisis gaat zijn, is een hele lastige voorspelling. Maar dat er een crisis aan gaat komen, nou ja, daar kun je donder op zeggen natuurlijk inderdaad. En eigenlijk zie je er nu de tekenen al van. Maar let op, ja, je weet niet precies wat het gaat triggeren of wanneer het exact om gaat vallen allemaal. Maar kijk eens naar 1 ding met me mee. Dit is de schuld in de VS.
die is al vele jaren natuurlijk al geleden, al het hoogtepunt van 2008 gepasseerd, alleen maar gegroeid. En zet het nou eens af tegen laten we zeggen, het inkomen in de VS, de omvang van de economie. Eigenlijk dus je inkomen vergeleken met je hypotheek in volkse termen. En dan stijgt die schuld dus veel sneller dan de omvang van de economie. Dan is het inkomen wat die schuld moet gaan dragen. Tuurlijk kun je zeggen van de rente is laag, dus het is best betaalbaar. Maar ja, dat dachten we toen ook. En wat als die rente inderdaad, door wat voor reden ook maar, gaat stijgen. Dan is lijden in last. Dan zitten we meteen weer in eigenlijk dezelfde penarie als toen. Ja, waar zitten de problemen dan precies? Zit dat bij die schulden? Hoe is dat opgebouwd? Ja, dat is lastig te zeggen waar ze precies zitten. Wat precies dan ook de trigger gaat zijn. Maar let op, schuld is als het misgaat, is altijd het probleem. De molensteen om je nek van een hypotheek of van een autolening of van een studentenlening in de VS. Ja, dat gaat pas lastig worden als de rente ervan bijvoorbeeld ineens gaat stijgen of je verliest je baan. Nou, dat kan op allemaal oorzaken gebeuren, maar dan is lijden dus in last. En dan is het uiteindelijk per saldo toch alleen maar de schuld die niet betaald kan worden. En die moet afgeschreven worden. En wie draagt dan die pijn? Nou, bij de kredietcrisis zag je inderdaad dat de pijn dus eigenlijk niemand wist meer waar die zat. Dus niemand wilde voor elkaar betalen. Maar we wisten dat er een enorm probleem zou zijn. En de onwetendheid was toen eigenlijk de trigger van het hele verhaal. Ja, nu weten we dat we de schulden in ieder geval nog veel hoger zijn dan toen. Dus nog lastiger te dragen. Oké, de rente is veel lager. Maar als het misgaat, ik hou mijn hart vast.